Dit is papa Alfa. Die ken ik niet. Dit is papa Alfa 0. Die ken ik niet. Ja, laat me nou even, joh. Natuurlijk kennen we die wel. Dit is papa Alfa 0 Echo Tango. Nee, die ken ik niet. Nee. Ik geef het op. Dit is papa Alfa 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag. 22 november 2016 is het bulletin van dinsdag. Vandaag alleen een heel lang deel over de historie van onze hobby. Verder is er morsen en een SSTV-afbeelding in PD90. Komen we bij deel 15 van de historie van onze hobby. In deel 14 vorige week had ik het over een aantal wapenfeiten tot aan 1975. In 1975 werd de eerste verbinding op 24 gigahertz gemaakt. Dus ook in hetzelfde jaar de band die in de plaats kwam van de 21 gigahertz band. De first ging naar twee Engelse amateurs. De eerste verbinding tussen een amateur op aarde en eentje in de ruimte vond in 1983 plaats met een astronaut in de Space Shuttle. In 1984 vond in Zwitserland de eerste amateurverbinding plaats in de 47 gigahertz amateurband. Een jaar later waren het opnieuw Zwitserse radioamateurs die de first maakten op 76 gigahertz. Zeven jaar daar weer na, in 1992, maakten Duitse amateurs het eerste QSO op 145 gigahertz. Let wel, niet megahertz, maar gigahertz, 1000 maal zo hoog in frequentie als de 2 meter band. De golflengte niet 2 meter, maar 2 millimeter. Een kwartgolf is voor die band dus een halve millimeter. Maar het kan altijd nog hoger, want een jaar later waren het opnieuw Duitse amateurs die de first maakten op 241 gigahertz. Een golflengte dus van 1,2 millimeter. Om aan te geven hoe bijzonder dat laatste was, deze verbinding in 1993 was de eerste verbinding wereldwijd in deze 1,2 millimeter band. Die zoals gezegd in Duitsland plaatsvond. De eerste verbinding op 241 gigahertz in Engeland was op 22 februari van dit jaar in de Daily Minutes te horen. De first in Engeland op die band vond plaats in februari van dit jaar. 23 jaar nadat dit in Duitsland lukte. Ik heb nog één first uit die periode en dat was in 2006 de ontvangst door amateurs van een signaal op 14,7 miljard kilometer afstand. Het betrof het signaal van de Voyager 1 zonde op 8415 megahertz, dus 8415 megahertz. En de ontvangst van dit signaal vond plaats door AMSAT Duitsland, waarbij gebruik gemaakt werd van een schotel met een diameter van 20 meter, die eigendom is van de Sterrenwacht in Bochum. De laatste mijlpaal die ik noemde, dat was de eerste verbinding via Venusreflectie, maar die had ik vorige week al genoemd. Als je praat over de historie van onze hobby na 1975, dan zullen veel van de huidige amateurs zich deze historie nog levendig kunnen herinneren. Belangrijke ontwikkelingen van de jaren 70 zijn er denk ik twee zaken. De eerste daarvan is de opkomst van de Japanse amateurmerken. Merken als Jesu en hetzelfde merk dat vanuit Zwitserland verkocht werd onder de naam Sommerkamp. En ook Kenwood en Standard hadden in het begin een slechte naam. Voor een deel was dat sentiment, voor een deel was het ook werkelijkheid. De Japanse apparaten hadden de naam goedkoop te zijn, ruis te produceren en slecht tegen sterke signalen te kunnen. Vanuit de VS zouden de goede merken komen, maar ook in de VS had je goedkope merken die niet in alle opzichten goed waren. Een andere belangrijke ontwikkeling was de komst van de FM-repeaters. Repeaters waren er eerder ook wel, maar vooral experimenteel. De eerste vergunningen voor repeaters stammen in Nederland voor zover ik weet uit de eerste helft van de jaren 70, vermoedelijk rond 1972. Toen ik zelf in 1975 amateur werd, waren er 3 FM-repeaters in Nederland die een legendarische status hadden en ook een heel groot bereik. PI3ALK zat in die tijd op 145-800 MHz en ging open met een 1750 Hz piep, net als de meeste repeaters in die tijd. PI3FLE die zat op een schoorsteen van de elektriciteitscentrale in Lelystad en werkte op 145-675 met een karakteristieke rotjepiep die in nadagen van de repeater steeds meer vreemde effecten ging vertonen. PI3AMR die zat op 145-650 op de AMR-centrale, waar de repeater overigens zat totdat deze als indirect gevolg van de gebeurtenissen op 9-11 in de VS en de verscherpte veiligheid op die plek vervolgens de plek moest verlaten. Er was in die tijd ook een zeer krachtige lineaire transponder, dat was PI3UHF. Die zat in Oosterbeek met een eindtrap met 2 vuurtorenbuisjes, 2C39 en volgens mij 2 gestekte klaverbladantennes. Die transponder die had een uitgang op 145-450, net boven de latere D-kanalen. En die was bij mij bijzonder sterk. Van 145-430 tot ongeveer 470 was bij mij tussen de S7 en de S9 ruis te horen van de transponder. Ongeveer in het midden van de door de transponder doorgegeven band zat verder een baken. Die zat rond 450 en die zond in langzame morsen de call PI3UAF uit. Ik weet niet of die daarnaast nog meer informatie uitzond.
70 centimeter was in die tijd overigens een band waar nog geen apparatuur voor te koop was. Apparatuur als PMR en LPD stammen van zeker 10 jaar daarna. Wel kwamen er uit de surplusmarkt soms UHF-mobiele phones, maar die waren ook uiterst zeldzaam. Het meeste verkeer op 70 centimeter vond plaats door mensen die in de X geïnteresseerd waren in SSP of CW, door middel van transfeurters die vanuit 28 of 144 megahertz werkten en die door mensen vaak zelf gebouwd werden. Verder waren er ATV-amateurs ook met zelfbouwapparatuur in die band. P3UHF had een ingang zowel op 70 centimeter als op 23 centimeter. Karakteristiek was dat een paar keer per minuut, als ik me goed herinner, dat er even een zoomtoontje voorbij kwam. Dat zoomtoontje werd veroorzaakt door een radarsysteem op 23 centimeter, volgens mij gebruikt door de vluchtleiding van het vliegverkeer boven Nederland. Voor wie dat niet weet, het verschil tussen een repeater en een lineaire transponder is dat een repeater doorgaans alleen FM doorgeeft, of een van de digitale modus, en een lineaire transponder een stuk van een amateurband. Bij zo'n transponder maakt het niet uit of je CW instopt, of SSB, of FM, of DMR, of welke andere modus ook. Als de bandbreedte binnen de door de transponder doorgegeven bandbreedte past, wordt het signaal doorgegeven. Een andere eigenschap is dat een transponder meerdere signalen tegelijk kan doorgeven, waarbij het zendvermogen gelijkelijk verdeeld wordt over de gebruikers. Transponders hebben vrijwel altijd een AGC en daarom moet je oppassen dat je niet te veel zendvermogen gebruikt op de ingang. Anders maak je de transponder doof voor de andere gebruikers die minder hard door de transponder worden ontvangen. Bliep en de bliep. Vanavond vanaf 8:30 is trouwens weer de D-Star-ronde. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 's ochtends herhaald. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Nee, die ken ik niet.